Rooftop 99, het autosalon bij u in huis. CEO's, politici en andere persoonlijkheden antwoorden op vragen over mobiliteit, het gebruik van hun voertuig en de impact op het klimaat. Gesteld door jongeren van de nieuwe generatie die er geen doekjes om winden. Vandaag is onze gast in de studio Wim Willems en Wim Verlooy. Mijn mama heeft haar auto 5 maanden geleden besteld, maar ze heeft hem nog steeds niet. Waarom duurt het zo lang? Ja, inderdaad. Door de coronacrisis zijn er heel wat componenten die niet onmiddellijk beschikbaar zijn of die zelfs totaal niet beschikbaar zijn. Daardoor zijn er serieuze vertragingen voor wat betreft de leveringen van nieuwe wagens. Dit zal nog eventjes duren, maar we verwachten toch dat midden 2022 die situatie zal opgelost zijn. Waarom zijn er zoveel verschillende grote modellen te koop? Wel, elk type van klant heeft zijn behoeftes en zijn wensen en wij spelen er zoveel mogelijk op in de autosector, maar vooral bij Stellantis, om zoveel mogelijk oplossingen te bieden aan de verschillende noden van personen en daarom zijn er verschillende wagens en verschillende segmenten. Waar stoor je het meest aan tijdens het rijden? Waar ik me het meeste aan stoor zijn bestuurders die onoplettend zijn of bestuurders die ondanks alle systemen waarmee de moderne wagens uitgerust zijn om de gsm of smartphone te verbinden aan de wagen, die toch met hun gsm bezig zijn aan het stuur en zodoende niet aandachtig zijn voor andere weggebruikers. Hoe komt het dat je soms meer of minder brandstof verbruikt? Meer of minder brandstof is vaak een kwestie van goed rijden, zeg maar. Hoe sneller je rijdt, hoe meer je verbruikt, hoe meer je let op de snelheden en het normale verbruik van de wagen, hoe dichter je zal komen bij de officiële cijfers of verbruikcijfers van de wagens, inderdaad. Een elektrische voertuig hoor je niet. Is dat niet gevaarlijker voor voetgangers en fietsers? Niet echt, voor alles is een oplossing. Via een luidspreker wordt er een geluid gecreëerd, dat kan zelfs een muziekje zijn, om de wagen te laten opvallen in het verkeer bij lage snelheden. En bij hogere snelheden neemt vooral het rolgeluid de rol over. Worden alle bestelwagens binnenkort ook allemaal elektrisch? Ja, daar wordt hard aan gewerkt. Vergeet niet, alle pakjes die jullie online bestellen, die moeten geleverd worden, soms in lage emissiezones. En daarom dat er meer en meer elektrisch wordt gereden, ook met de bedrijfswagens. Maar de technologie staat niet stil en we werken nog verder op andere technologieën, zoals bijvoorbeeld de waterstofcel.